Rafael van der Vaart vindt het niet normaal dat Fulham bereid is om 17 miljoen euro te betalen voor Ajax-verdediger Calvin Bassey. Dit zei de analist woensdagavond bij de Oranjezomer. Mocht het bedrag kloppen, dan is Van der Vaart bereid hem zelf naar Engeland te brengen. In zijn eerste jaar in de Johan Cruijff Arena kwam Bassey tot 39 wedstrijden, al ook zijn met zijn spel wel de nodige kritiek. Dinsdag speelde hij 1 helft mee in de oefenwedstrijd die Ajax op de toekomst afwerkte tegen Shakhtar Donetsk. In dat duel ging Bassey opnieuw opzichtig in de fout, maar doelman Remco Pasveer voorkwam dat hij leidde tot een tegendoelpunt. Bassey zette in 2022 zijn handtekening onder een 5-jarig contract en sloot direct aan op het trainingskamp in Oostenrijk. De Amsterdammers onthulden dat de speler 23 miljoen euro kost, een bedrag dat door bonussen nog op kan lopen tot 26,5 miljoen euro. Hij komt ten over van Rangers FC dat hem in 2020 transfervrij overnam van Leicester City. Ja, het AD meldt overigens dat Bassey zelf niet staat te springen om Ajax in te ruilen voor Fulham. Alleen als hij te horen zou krijgen dat hij overbodig is en dat is tot op heden nog niet gebeurd. Of er moet een club zich melden die hij persoonlijk groter vindt dan Ajax, dan is hij bereid om de Johan Cruijff Arena te verlaten. Ja, wat vinden jullie? Moet Ajax een bedrag van 17 miljoen euro accepteren voor Calvin Bassey? Laat het ons in ieder geval weten in de comments.